So, ladies and gentlemen, our judges are in position. I'd like to ask to open the gate and to welcome the competitors in this class of the 3-year-old fillies. Dames en heren, graag verwelkomen wij de deelnemers in deze rubriek van de 3-jaar oude merries, de getalsnummers 150 tot 152.
dames en heren, voor de jury opgesteld. Getuige nummer 151. In front of the judges, kijk nummer 151. Final result for kelly number 150. Alicia Alfabia. Masaya ZT Magna Fantasy out of Alfabia Gaia. Bred by Pietro di Malinia Paolo from Italy. Proudly owned by Samjad Stutfram from Lebanon. The marks for type 19 and 90.5, 90.5 and 19.5. For head, 4 times 19.5. For neck and shoulder, 18.5 and 19 and 19.5 and 19. For body and top line, 17.5, 18.5, 17.5 and 18. For legs, 15.5, 16.5, 15.5 and 15.5. And for movement, 18, 18.5, 18 and 18. Which is the total score for category number 150, Elisia Alfabia of 91.35. Dames en heren, totaal aantal punten voor getuige nummer 150. Elisia Alfabia is 91.35. Dames en heren, voor de jury opgesteld, inmiddels weer de laatste deelnemer in deze rubriek. Van de 3 jaar oude merries, gesponsord bij de Alt Mama Stud Farm. En we zien catalogus nummer 152. Ladies and gentlemen, in front of the judges, already the last competitor in this class of the 3-year-old fillies. A class sponsored by the Alt Mama Stud Farm. And we see catalogus nummer 152. And then the result for catalogus nummer 151, Hatan Al-Nasser. Masaya Hariri Al-Shakab out of Tun Al-Shakab. Red and owned by the Al-Nasser Stud Farm from Qatar. The marks for type 19.5, 19.5, 19.5, another 19.5. For head 19, 19.5, 19 and 19.5. For neck and shoulder 18.5, 18.5, 19.5 and 19. For body and top line 17, 17.5, 18 and 17.5. For legs, 16, 15.5, 15.5, and 16. And finally for movement, 19, 19.5, 19.5, and 19. Which gives a total score for category number 151, Hatan Al-Nasser of 91.77. Dames en heren, totaal aantal punten voor category number 151, Hatan Al-Nasser, is 91.77.
Are we ready for the prize giving ceremony in this class of the 3-year-old fillies? A class sponsored by the Altamont Stud Farm. Congratulations to the winner in this class with a beautiful score of 92.4 Fatwa AA. A daughter of Fani Al-Shakab out of Donja Jamal. Brits by Baludu Duran and Ariel Arabians from Israel and proudly owned the Qatari Arabians. Antoine and Chantal Rigat from France. On the second place with a total score of 91.77, category number 151, Atan Al-Nasser. A daughter of Hariri Al-Shakab out of Tun Al-Shakab. Bred and owned by the Al-Nasser Stud Farm from Qatar. And on the third place with a total score of 91.35, Elisia Al-Fabia, category number 150, a daughter of Zeti Magna Fantasy out of Al-Fabia Gaia. Bred by Pietro Di Demarano Paolo from Italy, and proudly owned by the Samyad Stud Farm from Lebanon. Dames en heren, fantastische score voor de winnaar in deze rubriek. Fatwa AA, 92.4, een dochter van Fadi Al-Shakab. Uit de moeder Donja Jamal. Gefokt door Baludu Duran en Ariel Arabians van Israël. En in eigendom van de Qatari Arabians, Antoine en Chantal Rigat uit Frankrijk. Op de tweede plaats met een totaal aantal punten van 91.77. Hassan Al-Nasser. Getal is nummer 151, een dochter van Hariri Al-Shakab, uit de moeder Ftoun Al-Shakab, gevonden en in eigendom van de Al-Nasser Stud Farm uit Qatar. En dan op de derde plaats met een totaal aantal punten van 91.35, getal is nummer 150, Elisia Al-Fabia, een dochter van City Magno Fantasy, uit de moeder Al-Fabia Gaia, gevokt door Pietro Di Demiliano Paolo uit Italië. En in eigendom van Samjad Stud Farm uit Libanon. En natuurlijk ook de felicitaties voor de voorbrengers. Die een geweldige job doen hier dit weekend in Brugge. En dan, dames en heren, als de prijzen zijn overhandigd. Ga ik vragen Tom Oben voor een ereronde. Ladies and gentlemen, your applause. The winner in this class, Fatwa AA. En dames en heren, nog twee rubrieken te gaan voor de middagpauze. Dat is iets anders dan dat er in uw catalogus staat. We doen nog de